Ja hoor, dames en heren, deze keer geen fietskarren. Het is ongelooflijk. Maar we zijn met de auto. Ik hoop dat die in één keer dicht kan. Ja, lekker hoor. En kijk eens welke paas er hier voorin zit. Morgen. Wietse van de Schee. Ja, ja. We gaan weer eens gebroedelijk op pad. Ik zeg, start de dikke motor. Ja. En we gaan. Ik heb er zin in, zeker. Hoppakee. Hoppa. Ja hoor, we zijn aangekomen bij de stek. Ik heb even het autootje gehad en hier de spullen neergelegd. Kunnen we straks over het brugje heen transporteren naar het stekkie. Hier gaan we zitten. Ja, mooi watertje. Jullie vragen je misschien af waar ze zitten. Maar die is even een goedkoop wit broodje aan het halen. Want dit is echt het oppervlakte water bij uitstek. En we gaan altijd s'avonds en s'ochtends om de beurt gaan we altijd oppervlakte vissen. Dus ja, dat moeten we vandaag ook zeker doen. We hebben wel brokken bij ons, maar een broodje erbij is altijd goed. Voor de visuele aantrekkelijkheid. Ja, hier moet gebeuren. Ik heb er goed vertrouwen in, het ziet er mooi uit. Lekker rustig. En ik denk dat het helemaal goed komt. Het was even wat sjouwen, maar ja, de spullen staan op de stek. En ja, vlak voordat het wegging heb je er nog even boodschap gedaan. Ja. En je ziet al wat zijn gezonde levensstijl is. Kijk, dat is een beetje mijn... Chips, cola, hamburgers, bier. Nee. En cheddar cheese. Een beetje mijn dieet dit. Oké. Okay. Wat is het plan? Even eerst een burgertje en dan de Engels erin. Ja, we moeten echt even opladen voordat we presteren. Dat is waar, dat is waar. Dus 12 joekels. Zet hem op. Gaat weer gebeuren. Zo, terwijl ik een lekker burgertje aan het bakken ben, gaat deze baas... Ik kan wel eens even voeren. Heb je snel even een broodje wit gehaald. Bruin. En natuurlijk brokjes mee. Ik ga even mooi de struinstekjes aanvoeren. Na, als we de Engels inleggen, kunnen we snel even om de brug gaan struinen. En anders hebben ze wel vast wat voor morgenochtend. Komt helemaal goed. Ik zou zeggen, tot zo. Lekker. Zo, maar dit is wel even mijn beste aankoop geweest. AliExpress kostte volgens mij 6 euro. En een gasbusje moet je zelf even erbij houden. Maar hij gaat zo hard. Het burgertje is zo klaar. Kaas erop. En ja, ideaal ding. Binnen een week was hij thuis. Ik zou hem halen. Ik ga er eentje met een pop-up rig vissen, namelijk de Ronnie rig, zoals je ziet. Met een fel oranje pop-upje. Lekker, dus, lekker. Ja, altijd proberen waard. Die zeker. Andere hengel ga ik gewoon op de bodem vissen, niet met een pop-upje of iets. Gewoon single lekker simpel. Op een standaard rig moet helemaal goed komen. Ja. Dus ik probeer altijd gewoon, vooral als ik instant vis, kans te spreiden. En dan kijken wat de vis doet en daarop in te spelen. Doe je dan ook nog PVA zakje erbij? Dat ga ik zeker bij allebei de Engels doen. Bij beide zelfs? Oké, okay, bizar. Ik ben benieuwd. Ik ben ook zeer benieuwd. Ik neem jullie even mee naar mijn montage. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier? We hebben hier mijn hengel. En ik ga vandaag vissen met een kort richtje. Dus ongeveer 14 centimeter met een oranje pop-upje. Roze. Zo, zeg ik nou oranje. Roze. En hij staat er lekker zo boven de bodem. Ik ga hem gooien. Je hebt wel een beetje wier en modder hier, maar niet te veel. Ik ga hem proberen een beetje tegen te houden. Kijken of dat een beetje gaat voor de camera. Dat ja, is natuurlijk wel aanwezig. Presteer onder druk. Laat maar eens zien, waar ga je mee gooien? En dat riet? Riet. Ik ben zeer benieuwd. Ja, netjes. Hij zat. Toch? Prima. Ja, sinds kort heb ik op deze hengel X zijn gezet. En dat is bizar jongen, hoe dat zingt. Je ziet daar mijn hengel, Marijn, ja, uit het water komen. Dat ga je nooit zien. Ik draai Marijn strak. Duik de top onder water. De twee uiteindes die stromen naar elkaar toe. Ik doe hem naar de bodem. Wat ik dan doe. Dus ik ga mijn beugel open. En ik til hem weer eruit. En je ziet het. Marijn die zit gewoon nu al goed in het water. Ik ga hem nog even afzinken en dan ligt hij gewoon helemaal over de bodem. Er is geen topbroodje of iets nodig. En de vis zal hem nooit opmerken. Dus dat is ideaal. Topbrandje. Nou dames en heren, ik wil mijn hengel precies naast dat boompje, naast het eiland leggen. En ja, om te eigenlijk proberen zo min mogelijk mijn hengel in te gooien, ga ik eerst mijn lijn klippen. Zodat dus ik hem op de juiste plek heb, dan op de lijnclip doe. Dan pas de onderlijn eraan. Zodat ik ook niet 10 PVA zakjes hoef te maken.
Zodat je haak minder niet bot wordt. Dat scheelt ook. Dan ga ik het nu even proberen. Ook voor jou de camera terug. Hij is aanwezig. Ik ben echt bang dat ik hem in die boom heb. Ik denk het wel. Nee. Maat. Ja. Oh, pas op. Zo. Zo. Bijna op die mevrouw. Holy shit. Haha. Jij hebt echt mazzel, gek. Waar is hij heen, joh? Tering. Oh, shit. Hij is wel goed. Hij is goed in het vangen van honden. Gelukkig zit er nu geen haak aan. Nee, gelukkig niet. Die daar niet op kan landen. Oh, netjes. Jij is strak een kippen maar. Nou, wat je dan nog doet, dat je als je gooit, komt er een tik op je hengel, waardoor je lijn toch nog iets terug wordt getrokken. Dus wat je doet, is je geeft ongeveer 1 meter je lijn, dan doe je pas de clip erop. Oké. Okay. Dat hij precies op de goede plek komt. Bizar. Ja, hey, Goud. Alle tips kunnen meegenomen worden. Top. Yo! Ik loop even om naar de overkant, om daar zo precies op mijn plek. Ongeveer bij die eend, om daar mijn gebroken boeien te voeren. En dan vis ik lekker scherp. Het is niet zo arm bezig. Op deze manier zou je een tennisarm kunnen krijgen. Dus wij adviseren een boeienpijp te gebruiken. Ik zie het al in je schouder, je hebt gast, hè? Maar ja, ze krijgen wel een mooie plek, dat moet ik toegeven. Nu komt het helemaal. Ik hoor dat hij in de tak komt. Ah, deze is wel mooi. Ah. Mis. Ah, best. Het is toch wel een schoolvoorbeeld hoe een snowman hoort te zijn. Ik heb even een klein oud pop-up bakje. Gevuld met water, doe ik altijd. Even checken hoe die eruit ziet. Want anders vis je natuurlijk voor niks. Net zoals deze man vanavond gaat doen. Jij test nooit je richtzijd, hè? Yo, deze wordt zo meteen door een karp uitgetest. Door een karp? Door een karp? Door een karp. Door een karp. Lekker. Door een karp. Ja, mijn andere richtje is dus een snowmannetje. Centimeter of 16. Altijd even een klein stukje poetie voor de betere inhaken. Op deze manier moeten we ze toch gaan haken. Nou, wellicht weet u misschien wel dat ik wel hou van stekjes tussen de bomen. Tussen de planten, het gewas. En dat doe ik niet op de verkeerde manier. Maar op de goede manier, in de zin van het woord. Want kijk, hier staat mijn tweede hengeltje. Lekker tussen het takje verstopt. En ja, hele mooie stek. Hij ligt een beetje halverwege tussen hier en de brug. Klein beetje boeienkruim omheen gevoerd. Het moet helemaal goed komen, denk ik. Vertrouw in. Deze man is echt verslaafd aan voeren. Zeker, hè? Oeh, ik sta. Dat is weer niet in het water. Kijk, even een huis koppen. Ga maar, joh. Op mijn voorslag heb ik hier een oud krijtjolrichtje zitten. Dat heb ik eigenlijk vervangen. Nou, wat kan je dan doen? Je kan je systeem helemaal aanpassen. Of de andere manier. Ik heb hier helemaal mijn systeem met rood, worteltjes en voorzag. En ik heb hier een geknoopt shotrichtje zonder wortel. Nou, wat doe ik nou? De knoop knip ik hier gewoon door. Zodat de wortel erin overblijft. Zo. Weg ermee. En dan deze shotrig ga ik dan weer op dit worteltje bevestigen. Kind kan de was doen. Heel eenvoudig. En je kan zo ook makkelijk je lengte van je shotrig aanpassen. Dus ik ga vanavond wat korter vissen dan die andere. Even kijken of dat beter uitpakt. Lekker! Zit een beet, zegt hij. Ja, hangen. Karper? Weet ik niet. Sowieso niet. Denk het wel. Nee, joh. Nee? Nee, toch niet.
denk aan een lap. Het is een lap. Het is een lap. Komt ie aan. Het is weer, het is, dames en heren, het is weer niet te geloven. Chitte de Brasem koning. Maar zo'n cruisegrap is wel niet goed voor is. Man. Zwarte burger van Chit. Heerlijk. Fucking kick. Oh, genieten. Nee. Ik heb dit karpenseizoen denk twee soorten gevangen. Brasem en een karpen. Maar Chit, wat zei jij maar net? Wat vertelde jij? Ik ben echt de witviskoning. Ja? Ik heb dit jaar al een brasem, een zilt, een giebel. En een kop voor een. En een kop voor Jezus. Dat is echt niet. Ik heb. Jij hebt de Big Five. Bijna de Big Five. Welke witte vorm moet. De normale vorm moet er nog bij. Ja, ja, de normale vorm. De rietvorm. De rietvorm. Juist. Ja, dan is eigenlijk mijn seizoen geslaagd. Ja, toch? Dat is best snel al. 4 van de 5. Het is nog niet eens mei, kan je nagaan. Ja, het is echt niet normaal. Echt ziek. Ja, chapeau hoor. Ik ben blij dat ik je broer ben. Ja. Met zulke statistieken. Ja, ik heb al meer witvis gevangen dan karp. Is dat op zich? Hier, hoppa. Weer een witvis. Hé, Goos, waar heb jij al mijn papier voor nodig? Ja. Daar heb ik straks geen nodig voor mijn neus snuit. Mijn burger viel om. Op mijn broek. Netjes. Oh, al die kaas. Oh, dat is heet ook. Nee. En wel maar opeten, hè? Ziet er gek uit. Ja, zo dan. Die broek is smerig. Zo dan. Oh, godverdomme. Het is een uurtje voordat Ajax gaat beginnen. En ik ga nou even snel struinen. Struinen, hè? Kijk, ik heb net gevoerd. Kijk of er iets aan het op is of niet. En dan zie ik het wel. Huid. Het wel. Dames en heren, ik heb jullie goed nieuws te vertellen. Ajax heb 1-0 gewonnen. Lekker. We zijn fucking blij. Echt super ziek. Ja, echt. Dus ja, dat is de reden dat we s'avonds niet meer veel gefilmd hebben. We hebben lekker fanatiek voetbal gekeken. Pilsje erbij. Vol spanning. Burgertje erbij. Ze hebben gewonnen. Lekker. Ja, heel ziek. Voor het eerst in Tottenham's nieuwe stadion. We hebben ze gepakt. Bruut. Afgedroogd. En nu volgende week afmaken. Dikke 30er. En dan zijn we helemaal tevreden. Mooi. Gaan we doen. Poks, ouwe. Hoppa. Zo. Jongens, morgen. Het is 6:30. Ik ben knijtermoe. Ik zal eens even vertellen wat er vannacht is gebeurd. Ik kreeg rond 1:00. Ik lag eindelijk 2 uur te slapen. Ik kreeg een best harde run. Ik denk, hoppa. Karpen. Nee, dat was net zo'n kroeskarpen giebel ding als dit. Ja, helemaal zuur op de childrig. Ja, toen even de Engel verplaatst en een ander stekkie waar ik iets meer activiteit had gezien overdag. Van echte karpen. Inmiddels niks gekregen. En 2 uur later ging ik toch eindelijk een andere Engel af. Deze Engel. Hier ervoor. En die vis zit nu in de swing. Helemaal super. Hele mooie schub. 8-9 kilo. Dus die heb ik een paar uur in de zin gedaan. Als Chit te wakker is, dan gaan we die even op de foto zetten. Maar wat ga ik nu in de tussentijd doen? Je ziet hier de stek. En ik ga even brokken voeren. Dan ga ik even dit hengeltje verversen. Dan ga ik, gaan we de vis op de foto zetten. En dan ga ik brokken. De meneer, die zit in de zin. Dat was de eerste tip. Heb je een mooi wateremmetje van Raptor. En die is opvouwbaar en ik kan altijd erbij hebben voordat je de vis op de kant hebt. Zodat je hem lekker kan bevochtigen. Haha, bevochtigen, daar hou je van. Zeker. Niet. Zo, kijk, de vis even een beetje op aan doen. Hopelijk is hij dan minder druk op de kant. Zo, een mooie visie. Zo, daar gaat hij. Kijk dan. Zo, hoppa. Dan. Loop even leeg. Okay, is dat die candy net? Ik denk het wel. Ik denk het ook wel. Lekker water erop. Dat is wel een mooi kleurtje. Zet. Prachtig. Punt gaaf. Heel mooi, Erik. Daar doe je het voor. Hij was knijtsterk. Ik rende al naar de verkeerde hengel. Ik kon net op tijd brokken voordat hij onder de brug zat. En helemaal super. Punt gaaf, prachtig. Wogen hem s'nachts, hij woog 8 kilo, maar voor mijn gevoel is hij echt wel 20. Gaan we nog eens wegen. Zullen we hem nog eens wegen? Daar gaat hij. Lekker hoor. Beste stek. Daar gaat hij. Beste stek. Wat hebben we hier? Kijk eens. Deze man is baas. Ah, dat is toch een mooie visie. Echt wel een mooie vis inderdaad.
Ik til die mat even weg. Ja, dat is gewoon 7 kilo of zo. Oh. Ja. Met één armpie. Strijden. Bicep. Mooi maar. Is hij dan? Goedemorgen. Tijdens nog vissen even wezen korsten. En ja, hij zat erop in het kantje. Echt denk 50 centimeter van mijn voeten af. Ja, dat geeft een kick hoor. Dan zie je zo. En dan schrijf je aan in zijn bek. Op de brok toch? Vrij helaas. Nee, op een korsie. Oh ja, op een kors. Maar ja, mooie vis. Gaf goed gevecht. Of zo'n lekker spinhengeltje. Dus ja, is helemaal genieten. Ziek, ziek, ziek. Ik ben er helemaal blij mee. Echt zo. Back she goes. Ja, of niet. I don't know. Engelse termen. Ja. Zo zie je maar. Hele nacht niks gevangen. Korsie, ik ben 5 minuten bezig en een mooie vis van 8 kilo. Storm Blank 7. Ja, dat is lekker hè. Dat zijn de Blank 7's die je wil hebben. Zeker ja. Lekker, keurig. Keurig. Ja, shit, ik weet waarom jij zo goed bent in het vissen met hondenbroeken. Ja, ik ook. Ik zie alweer een paar slachtoffers thuis hebben staan. Kijk ze eens gaan, hier hoppa. Eén is een dikke 40 denk ik. Mooi, die wegen wat. Dat zijn toch al potentiële targets. Ja. Jij als hondenvisser. Woef woef. Woef woef. Woef woef. Woef woef. In de ochtend wat vissen op een ander gebied zwemmen. Dus we hebben daar even de derde hengel, Wietse heeft even daar de derde hengel neergelegd. En denk 2 uurtjes later loopt hij vol af. Dus vol erheen sprinten, was denk ik 100 meter verder. En het resulteert in dit prachtige puntgave schuppie. Mooi. Echt een prachtig visje. Zeker. Hij is niet heel groot, maar echt perfect is hij. Iets hoger. Hallo. Hallo. Jongens, dat is de laatste peur, hè? Helaas is de cheddar cheese op. Die normaal was enigszins gesmolten. En, hebben we er toch weer even gepresteerd, hè? We hebben er toch weer 12 op. Ja, zeker. Maar daar zijn de vangsten ook naar geweest, dus dat mag ook wel. Nou, 3 visjes. Maar even onderwijs gekroopt. Chit is nog even feest struinen. Niks meer erbij gevangen. Dus we gaan maar opruimen. En zo, dames en heren, dat was hem weer. We zijn klaar. Karretjes ingepakt. Dit is het laatste element wat in de auto kan. En dan kunnen we weer terug naar ons geboortebaatje. Waar deze ons huis staat. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer voor meer. Dit mooie haar. We moeten eraf. We moeten eraf. Kom je zitten oortjes lekker naar buiten. Ja, dat doe ik echt niet. Dus dat gaan we doen. Heel erg leuk. En we zien jullie volgende week. Later.